Ik ga gewoonlijk voor een kleintje, mijn vleeskroket. Is het waar dat je in de pizza ooit een kindje hebt gered? Stofles dat erop maar in een potteke apart. Die scheiding was dat voor de operatie aan uw hart. Met die ajaantjes wat een curry, was, speciaal toch wat gezond? En na die uitspraak is die zaak dan netjes afgerond? Mag er zout op vragen, altijd, ik ben dan wat verbaasd. Ja, want als ze het er niet op doen, dan ligt het zout ernaast. Preetkaas. Hey Hé, wauw, met Peter de Pauw! Welkom bij alweer een nieuwe Friedcast, de nationale praatgroep voor frietliefhebbers. Ik ben Petra de Pauw en al jaren bestel ik elke week een kleintje met pikkels en een curryworst. Maar sinds kort bestel ik ook een gast en die net als ik verzot is op frietjes van de frituur. Uh, in deze aflevering is dat niemand minder dan Sven Nijs, naast sportmanager van het Balwaze Trek Lions Team, uitbater van een BNB, vader van Thibaut, keynote speaker, auteur van verschillende boeken, is Sven nog steeds een topsporter die, hoop ik, ook houdt van frietjes? Uh, dag Sven. Goedemiddag. Klopt dat? Hou je nog van frieten? Ik hou zeker van frieten. Ja, ja? Het, ja uiteraard. Het is superlekker. Als je een frituur voorbijrijdt met de fiets, met de wagen, dan komt dat ook iedere keer terug boven: van, oh ja, nu heb ik echt zin in een goede frietje. En durft je er nog binnen stappen? Ja, zeker. Ja? Ja, ja. We hebben wel een traditionele frituur waar we altijd naartoe gaan, dat is vlak bij onze deur. Uh, en ik ben dan nou wel vaak de man die de frieten gaat halen, ja, ik heb daar ook geen probleem mee. en ik durf ook soms wel eens uh, voor de familie frieten halen en voor mij uh, een spaghetti die ik dan nog moet opwarmen. dat hangt een beetje van de periode af. ah, dus je kan ook wel weigeren als je zelf frieten gaat halen ja. om het nee te zeggen. ik kan wel minder en minder goed van de frietjes afblijven als ik dan voor mezelf geen besteld heb. vroeger kon ik dat heel goed, um, maar ja. Ik denk als we, als we tien keer fritten gaan halen, dat ik zeven keer fritten mee eet, uiteraard. Ah, okay. ja, ja. Ça va, ça va. Maar nee zeggen hoort wel bij de topsport, natuurlijk. Hè? Vroeger wel. Ja, vroeger wel. Het, was, uh, het was echt voor mij uh, meer een moment als ik me echt heel slecht voelde. En ik had een periode dat het niet goed ging. Dan, uh, dan ging ik maandag wel eens uh, een frietje halen om om zo even de knop te kunnen omdraaien en om een vol gevoel te hebben zo vaak als je dan een slecht gevoel hebt op de fiets dan ben je leeg dan heb je het gevoel dat je geen energie hebt ja en fritten ja als er nu iets is waar je direct uh, terug stevig op je benen staat het is een zware kost uh, dan was dat wel een frietje en op maandag kon dat dan wel. Ah ja, na de koers. Na de koers en vooral niet de dag van de koers s avonds, omdat uw lichaam heeft dan sowieso. Nu ben ik een beetje wetenschappelijk bezig, ja, dat is maar goed. uw lichaam heeft dan sowieso heel veel afgezien. Uw lever heeft ook heel hard moeten werken om al die afvalstoffen te verteren en zo verder. Als je daar dan nog een laagje frietjes gaat bovenop, dan dan is dat niet echt uh, heel interessant om te doen. Dan ga je daar echt wel nog langer tijd nodig hebben om te herstellen van uw inspanning. Dus de dag nadien, als dat lichaam een klein beetje terug uh, op zijn positieven is, is dat verstandiger om frietjes te eten dan de dag zelf. Ja, maar dat is dan ook iets dat je geleerd hebt door het negatieve gevoel dan te hebben na zo'n wedstrijd? Van ja, en vooral ook. Uh, ik heb wel veel van die boeken gelezen over voeding en sport en de combinatie daarvan. En, en ja, het is gewoon heel evident als je zware inspanningen geleverd hebt, ja, dat alles in werking wordt gezet om dat lichaam terug te zuiveren. Uh, je bent helemaal uitgedroogd, uh, je suikers zijn erdoor, je, je vetten heb je aangeraakt. Maar vooral, je lichaam moet terug herstellen. En, en om dan zwaar uh, vettig te eten, dat is niet zo interessant. Dus dat kan je beter een dag wachten. En bestel je ook naast frietjes ook een snacksje erbij? Als ik fritten bestel, is het met alles erop en eraan. Zeg eens. Uh, voor <laughs> mij is het altijd saus van stoofvlees, ja? um, mayonaise uiteraard. En dan meestal een koubulet. Een koubulet? Ja. Voor tijdens het wachten of om mee te pakken? Om mee te pakken. Oh, ja. Om mee te pakken. Ja, ja, ja. Um, het varieert wel eens. Een curryworst kan er ook uh, af en toe wel een keer uh, gecombineerd worden. Maar een koubulet. En ik wissel af gebakken koud of gewoon uh, rauw. Dus dan heeft ze niet in het fritvet gelegen. Oh, ja. Okay. Ja, dus, de dat kan uh, Ja, Rauw, ja, ja. zo kun je het ook bekijken. Ja. Uh, frietjes, uh, ik heb daar zelf warme herinneringen aan van vroeger bij mij thuis. Wij deden dat elke zondag. Mijn moeder bakte frieten en wij moesten soms naar de kerk gaan. Uh, hoe was dat een huis in Huizen-Nijs? Was dat ook een traditie en was dat ook een vast moment? Ik kan me daar niet direct zo'n dag op plakken, maar er werd elke week wel frieten gegeten. En misschien wel twee keer per, per week. Natuurlijk... Uh, wij komen uit een generatie dat uh, pistolets en sandwiches, dat was enkel voor het weekend. Ja. Um, er werd alle dagen aardappelen uh, gemaakt met een stukje vlees. Uh, dat kan een stek zijn, dat kan een kortelet zijn, dat kan een stukje spek zijn of een worst. En dan één of twee keer per week was dat uh, frietjes. Eén keer van de frituur en één keer, ja, dan had mijn mama zelf frietjes gesneden. Um, en wat daar vooral als ze ze zelf gesneden had, euh, bij kwam kijken, en ik weet niet of dat in elke uh, regio in België zo het geval is, dan werd er een rauw eitje uh, over de frietjes, eerst geklutst uiteraard, dat het, uh, het wit bij het geel kwam, eerst geklutst, en dan werd dat over die frietjes gegoten, en dan een beetje mayonaise, en dan dat eitje dat gemengd werd met de mayonaise, ja, dat was echt. Dan werden die frietjes zo'n klein beetje wak, wak ja. en dan een curryworst erbij. Ik krijg al terug het... <laughs> Ik krijg het al terug, een klein je beetje. Ziet je ziet jezelf waarschijnlijk, zo zitten ook aan tafel nu als klein kind, hè, ja, ja. om dat te eten. Ja, ja. Want je bent wel opgegroeid, denk ik, in een warm nest. Hè? Ja, um, traditioneel nest. Mijn vader was zelfstandig elektricien. Ja. Die was uh, heel de week door keihard aan het werken, s'avonds achter zijn bureau als kleine zelfstandige, om de facturen te maken en, uh, en al dat papierwerk dat daarbij kwam kijken. En mijn mama uh, heeft voor het grootste deel, toen wij thuis waren, wel echt huismoeder geweest. Voor de kinderen gezorgd, zorgen dat er s middags, s morgens en s avonds eten op tafel stond, uh, het huis netjes gehouden. En ons overal naartoe gebracht, taxichauffeur geweest van de kinderen waar wij onze hobby's uit heb je ook dankzij hen ook zo je carrière te danken denk je? Zeker. Ja. Eigenlijk reken ik nog altijd voor een stuk op mijn ouders. Niet direct voor mezelf, maar soms ook voor mijn zoon. Ah, ja. uh, mijn vader is uiteraard nu op pensioen. Uh, mijn mama uh, is er ook nog altijd om bij te springen voor de kleinkinderen. En mijn vader, uh, waar hij vroeger chauffeur was van mijn mobeloom, is hij dan nu van mijn zoon. Uh, zorgt dat de tank gevuld is, zorgt dat de toiletten proper zijn, uh, is overal bij betrokken bij elke inspanning die geleverd wordt. Dus op dat vlak hebben wij nog altijd wel een hele nauwe band met onze ouders. Want daar lijkt mij toch niet zo evident dat je als. Zegt van ga maar voor die koers of ga maar voor die fiets. Nee, want mijn ouders hebben nooit competitiesport gedaan. Ja. Het zat wel in de familie. De broer van mijn, van mijn mama heeft altijd koers gereden. De broer van mijn papa heeft altijd motocross gereden. Dus het was zo'n beetje kiezen. Ik heb het tussenin gekozen. Ik heb het, het vuile koersen gedaan. Ik ben naar het veldrijden gestapt. Um, maar het is altijd wel een sportieve familie geweest. En eigenlijk hebben mijn ouders hun jonge leven voor een groot stuk wel opgeofferd. Om, om ons onze hobby te laten uitoefenen. Wij reisden heel Vlaanderen, heel België, heel Europa door. Eerst met een wagen, dan met een busje, dan met een caravan. En, en zij hadden daar dan ook op een bepaald moment hun eigen vrienden. Dus de, de, kind, de, de ouders van de kinderen waar wij mee optrokken. Het was eigenlijk een, een campinggevoel. Elke vrijdag vertrokken wij. Elke zondagavond kwamen wij terug thuis en we hadden een fantastische tijd gehad. Ja, hoeveel wasmachines hebben jullie versleten? Ja, heel veel. Ja, ja? Dat, was echt, uh, dat stond constant te draaien. Uh, als ik naar school ging ook, dat was thuiskomen. Die boekentas bleef vaak echt op mijn fietsrekje staan. En dan was dat spelen in het bosje achter, uh, achter de woonwijk. Dan moest mijn moeder echt uh, keihard roepen om, uh, om ons binnen te halen. Uh, en dan stond het eten klaar en dan... Uh, ja was het vaak donker, dan moesten we nog aan ons huiswerk beginnen tegen onze zin. Uh, S morgens moeilijk uit ons bed geraken. En het school, dat was, er, uh, ja, dat was er te veel aan. Ja. Ja, want jij bent eigenlijk begonnen met BMX, hè? Ja, ik was maar vijf jaar toen ik in competitie kwam. Eigenlijk door de buren, die ook een zoon hadden die aan fietscross deed, zo noemden ze dat toen. En die nam mij een keertje mee. En uh, ja, binnen de drie, vier weken waren mijn ouders ook mee vertrokken. En het is eigenlijk nooit meer gestopt tot ik 15 jaar werd. En toen was de BMX-sport in België um, heel, heel klein geworden. Het is nadien terug opgewaardeerd doordat het een Olympische sport is geworden. Maar um, ik, ben, ik was toen 15 jaar, mijn, mijn onkel had altijd gekoerst. En uh, door het feit dat de BMX zo klein was geworden, zocht ik een nieuwe uitdaging. En dat was dan veldrijden. De wereldkampioen veldrijden toen, Danny de Bie. Die woonde twee dorpen verder en uh, was de man die over balkjes sprong. En ik met mijn acrobaten toeren uit de BMX en balkjes springen, ja, dat ging heel goed samen. Ik ben een keer aan veldrijden beginnen doen en ja, het is nooit meer gestopt tot mijn 39ste. Tot hè? Ja. Maar het, eigenlijk, het, het plan was wel van, ja, je wordt elektricien. Ja, zeker. Uh, ik ben naar school gegaan en eigenlijk, ik weet niet of het echt in de richting geduwd was, maar het leek mij logisch dat ik hetzelfde ging studeren als wat mijn vader uitoefende als job. Um, en ik heb daar mijn diploma in gehaald, en dan de eerste jaren, combinatie van het fietsen, uiteraard, maar wel ook bij hem in de zaak. Ah, je hebt uh, echt gewerkt. meegedraaid? Ja, ja, we hebben wel uh, een paar jaar dat ik niet van maandag tot vrijdag ik kreeg uiteraard. Doordat ik de zoon was van wel een keer het krediet om een keer op mijn fiets te stappen. Maar uh, ik heb wel wel meegewerkt met hem. Ja. Ah, je ja. Ja. kreeg het krediet van school? Nee, nee, nee toen, van... Ik, toen ik afgestudeerd ah, was, ja. uh, heb ik de eerste twee, drie jaar uh, bij hem gewerkt. Ah, ja. Maar ik kreeg af en toe wel een keer een halve dag vrij om dan uh, te gaan fietsen en zo verder. Ja, en het, is, het is in een stroomversnelling gekomen. Ik werd dan wereldkampioen uh, toen ik uh, 21 was. Mm -hmm. ja, en dan heeft hij gezegd: Ik denk dat het nu verstandiger is om eerst te proberen om van uw hobby uw beroep te maken. En dan zullen we wel zien. En ja, Het is nooit meer gewijzigd. Dus vraag mij ook nu niet om iets te herstellen. Ah ja, dat was mijn volgende vraag. Van, ik vrees dat de plan zal springen. Is het waar? Ik denk het wel, ja. Je hebt daar echt niks meer van bijgehouden? Nee, eigenlijk niet. Nee. Omdat je daar geen interesse in had? Eigenlijk was ik, ja, als ik nu de tijd zou terugdraaien, denk ik ook niet dat ik nog terug voor elektricien zou studeren. Dus uh, er, ja, ik denk niet dat het iets was wat ik uh, op lange termijn wel zou volgehouden hebben. Je weet natuurlijk nooit, maar wat sport mij heeft gebracht, ik denk dat die richting mij veel meer interesseerde, ook al op die momenten dat ik die keuze had moeten maken. Ja, en dat mocht gewoon van thuis. Dat is wel fijn, hè? Ik heb wel ouders gehad die mij nooit gepusht hebben in niks, eigenlijk ook niet in de sport. Die hebben een ondersteunende rol gegeven zonder druk te leggen en ik denk dat dat de beste manier was. Um, karakter heb ik zelf moeten mezelf aanleren. Um, ze hebben mij overal naartoe gebracht, maar ze hebben eigenlijk nooit gezegd wat je vandaag gedaan hebt, dat kan eigenlijk niet door de beugel. Als het ging over prestaties dan natuurlijk wel over de spelregels uh, overtreden. Ja, da daar wist ik wel waar de lijn lag. was mijn vader wel behoorlijk streng. Maar uh, als het ging over mijn prestaties, hebben ze eigenlijk nooit mijn vinger gewezen. Hebben ze mij altijd gewoon ondersteund. En als het niet goed was, volgende week is het weer koers. Nou ja, echt positief. Echt positief. En ik probeer ook op die manier in het leven te staan als het gaat over mijn eigen zoon. En ja. ik, uh, omdat ik er toch vanuit ga dat dat van uw eigen moet. Als je iemand moet pushen, dan hou je dat niet vol. Nee, nee. ja, dat is waar. Hè. Ja, dat, dat is... vind ik toch. Ja. Dat is waar. Um, ja, uw zus die was ook sportief, denk ik. Hè? Uh, eigenlijk had zij meer talent dan ik. Uh, ah, wij, zij deed ook BMX in ja. die tijd. We hebben dat altijd uh, als gezin gecombineerd. Uh, en zij behaald, behaalde in het begin betere resultaten dan ik. Maar wat vooral mijn zus had, is iets minder karakter om als sportman te leven. En graag een keer over het muurtje kijken en zien wat er daar ook allemaal te beleven viel. En ze is dan op een bepaald moment beginnen op stap gaan, zoals dat dan hoort bij het uh, puberleven. Um, naar concerten geweest, um, naar de vuiven geweest in de buurt. Um, een keertje beginnen roken, uh, wat er ook allemaal bij hoort op dat moment. Nu is dat minder aan de, aan de orde natuurlijk in uh, 2022, maar dat was toen zo. En, en uiteindelijk is ze dan met, met fietsen gestopt. Um, maar soms vind ik dat wel jammer, want als je ziet wat talent ze had. Maar goed, ja, iedereen kiest maar zijn eigen weg. heeft dat ook niet, want ik droomde eigenlijk ook. Ik zat ook constant op mijn fiets als kind. Ik denk, we zijn van dezelfde generatie. Als vrouw of als meisje werd dat eigenlijk niet echt gepercepeerd van dat dat zou een optie kunnen zijn. Zeker niet in die tijd, als het ja. ging over fietsen en vrouwenwielrennen, ja, Dat ja. bestond eigenlijk niet. Dat was het was iets het, van de laatste jaren eigenlijk. Hè? Als zij vandaag moest geboren zijn of 15, 16 jaar, zijn, dan was dat misschien een ander verhaal geweest. Ja, het, is, uh, het is allemaal heel snel gegaan, heel hard veranderd. En uiteindelijk heeft zij ook uh, ja, haar leven op een andere manier, op een hele fijne manier ingevuld. En, en, en uh, is dat ook oké. Okay? Mm -hmm. um, stel Sven, je zou een frituur starten of je zou in loondienst zijn bij een frituurist. Welke, twee opties, eh, welke van de twee opties zou jij kiezen? Ja, ik ben eigenlijk altijd gewoon geweest om zelfstandig te zijn. Ja. Ook al was ik soms in loondienst in een wielerploeg. Als veldrijder ben je toch voor een heel groot stuk verantwoordelijk voor je eigen beslissingen, keuzes die je maakt. Je vormt toch een team rond jezelf. Dat het voor mij vandaag heel moeilijk zou zijn om nu te zeggen in loondienst. Um, ja, ik, ik plan graag mijn eigen agenda. Ik uh, maak graag eindbeslissingen. Um, ik werk heel graag in een team. Ik zou wel heel graag met mensen willen werken en, en ik doe dat ook heel graag. Maar ik ben wel iemand die graag de leidinggevende functie heeft. Mm -hmm. ja, dan, de, ja, het laatste woord. Ik... Waar hoeft of niet, niet... per se het laatste woord, want ik kan heel goed relativeren dat ik ook iemand ben met heel veel gebreken. Maar ik denk dat de kunst is om dan iemand naast u te zetten die talent heeft um, op de plaats waar jij gebreken hebt. Maar daar leiding aan geven en dat structuur geven. En daar proberen een echt team van te maken. Dat, dat, ja, dat doe ik wel graag. Is dat ook iets dat je altijd gehad hebt, dat je, dat je wel wist van, dat is de richting dat ik uit wil? Nee. Nee. Ik was als kind een uh, heel verlegen gast, die absoluut niet op een podium durfde staan. Als ik een spreekbeurt moest geven in de klas, dan stond ik met knik in de knieën mijn verhaal te vertellen. Um, en kon ik dat heel slecht onthouden, want het was vaak ook weer iets dat mij niet echt interesseerde. Dus dat het was weggelegd om latere leeftijd gaan op een podium te staan en presentaties te geven over sport en bedrijfsleiders aan te spreken en zo verder, ja, dan zou ik gezegd hebben, volgens mij klopt er ergens iets niet. Je bent met de verkeerde persoon in gesprek. Uh, en ik heb ook stelselmatig, denk, denk ik, dankzij de sport, dat allemaal wel geleerd. Onder druk presteren, omgaan met winst en verlies, een team rondom u vormen, met vallen en opstaan. En ik denk dat uh, ik vandaag natuurlijk door mijn sport veel zelfzekerder in het leven sta. Door, uh, door dat allemaal meegemaakt te hebben. Ja. Hoe vind je, want er zijn waarschijnlijk nu mensen aan het luisteren die in een job zitten die ze misschien niet meer zo fijn vinden. En ja, is dit het pad nog hè, dat, dat je wilt bewandelen? Hoe, welke tip kan je geven aan die mensen? Van, hoe vind je uw passie eigenlijk? Ja, hoe vind je je passie eigenlijk? Ik denk dat dat uh, stelselmatig wel duidelijk wordt door de interesses die je toont, de hobby's die je uitvoert, uh, waar je graag over leest, waar je graag bij betrokken bent. En ik denk dat, of ik ben ervan overtuigd dat iedereen in het leven talent heeft voor iets. Mm -hmm. Maar het is soms de moeilijkheid om het te vinden of om de kans te krijgen om er iets mee te gaan doen. Um, en ik heb het geluk gehad om van mijn hobby en mijn passie mijn beroep te maken. Dat is bij heel veel mensen natuurlijk niet het geval. Ze He, moeten het vaak combineren met een job. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je een job doet die je graag doet. Want als je een job doet die je tegen je zin doet, dan is er s'avonds ook geen energie meer om met je passie nog iets te doen. Dan kom je vaak thuis, uitgeblust, vermoeid, um, heel de dag eigenlijk tegen je zin op je werk staan. Dat heeft effect op je privéleven, dat heeft effect op uh, de energie die je hebt om nadien nog iets te gaan doen. Dus als je jezelf afvraagt, uh, wil ik dit blijven doen, waar sta ik, wat, uh, wat heb ik de afgelopen jaar allemaal bereikt, dan is het de eerste vraag die je jezelf denk ik moet stellen, is wat ik doe, doe ik dat eigenlijk graag? Um, ik denk dat soms een bedrijfsleider daar ook heel fel kan insturen, door een team samen te zetten van mensen die uh, elkaar motiveren, die elkaar uh, naar een hoger niveau tillen. Soms is het een job die je niet graag doet, maar werk je wel met, met mensen die die elkaar echt een goede sfeer creëren, waardoor je echt voor elkaar door een vuur wil gaan, en dan is het al veel minder aangenaam om die job uit te oefenen. En ik denk dat dat ook echt de taak is, los van de cijfertjes waar een bedrijfsleider moet naar kijken, van een team te vormen van mensen uh, die voor jou do door een vuur willen gaan. En dan mm. moet je als bedrijfsleider ook af en toe een keer met je voeten echt op de werkvloer gaan staan, en wat leeft daar allemaal, en dan kan je dingen gaan veranderen, verwezenlijken, en, en dan, dan gaan mensen het ook niet zo erg vinden om eens een uurtje langer op de werkvloer te blijven. En ben jij zelf iemand die door een vuur gaat voor iemand? Ja, ik ben wel iemand die, die zijn eigen ambitie ook opzij kan schuiven um, om, om iemand anders te helpen. En ik heb natuurlijk lang prestaties geleverd voor mezelf. Um, iemand die daar in de belangstelling stond en die uiteindelijk het, het laatste deel moest gaan invullen. Nu sta ik aan de andere kant waar ik heel veel achter de schermen. Um, bezig ben met schema's, gesprekken met atleten, uh, mensen waar we mee samenwerken, om uiteindelijk succes te boeken met atleten waar ik mee werk. Dus uh, ik heb daar geen probleem mee om, om anderen te, te zien genieten van het grote succes waar ik voor een klein stukje mijn steentje heb kunnen toe bijdragen. Dus ik kan me wel opzij zetten, ja. Hoe heb je die shift voor jezelf gemaakt? Want je komt natuurlijk uit een carrière waar dat alles rond u draait, je gezin. Uh, ja, alles gaat in functie eigenlijk van, de, van een topsporter. Hoe moet je dat leren? Heb je dan eerst even een zwart gat? Of? Dat is eigenlijk nooit gebeurd. Ik heb de kans gehad om heel snel te schakelen en heel snel na mijn, snel na mijn sportieve carrière de draad op te pikken. Maar dat heeft altijd te maken met um, de mensen die je in je carrière leert kennen. Dus ik had een team rondom mij van mensen die mij ook nadien kansen hebben gegeven. Management bijvoorbeeld, um, dat is daar een heel belangrijk onderdeel van geweest. Zij organiseren zelf wedstrijden. Um, zij hebben mij mee echt gepusht om ook leiding te gaan geven binnen een veldritteam. Um, dus je leert al heel veel mensen kennen. Mijn coach, die vandaag de dag nog altijd mijn coach is als het gaat over presentaties geven, die mij ook gezegd heeft van: Sven, met uw verhaal, uw ervaring, die kan je gaan delen naar verschillende sectoren toe." Paul van den Bossen. Paul van ja. den Bos. Ja, dus um, stap voor stap is zo van het een het ander gekomen. Um, en wat vooral nu voor mij belangrijk is, en ik denk dat dat de essentie van het leven is, dat je probeert iets op te bouwen. Dat je je talenten probeert te ontplooien en dat je op een bepaald moment daar succes mee kunt boeken. En dat je dan op een bepaald moment de keuze moet maken om al die ervaringen en al die kennis te gaan doorgeven aan een nieuwe generatie. Als je daarin slaagt, ja, dan kan je ook de sport waar ik nu bijvoorbeeld mee bezig ben, blijven laten groeien door die nieuwe generatie. En je kan daar nog altijd je steentje toe bijdragen door je ervaring te gaan delen. En. Um dat houdt mij wel bezig. Vandaag de dag wil ik het liefst van al zoveel mogelijk mensen aan het sporten brengen. Zou ik heel graag hebben dat het veldrijden nog veel groter wordt, dat die jonge talenten kansen krijgen. En er zijn heel veel invullingen die je daar kan aan geven. Um, door commentaar te geven op tv, door een coach te zijn van topatleten, maar door ook jonge kinderen opleidingen uh, te geven. Dat doen we ook. Hè. We, ge we geven kampen aan, aan kinderen gedurende schoolvakanties. En zo vul je eigenlijk elk straatje wat in, zodanig dat je mee kunt bijdragen tot het succes van de sport op lange tere, langere termijn. En wat kan sport voor iemand betekenen? Want hey, jonge kinderen, ja, als er als ze er mee in aanraking komen, kan het een prikkel zijn naar een nieuwe toekomst eigenlijk. Hè? Ja, absoluut. Ik denk dat sport belangrijk is. Ik denk dat, uh, dat sport echt iets is wat, wat mensen aan het bewegen brengt, hun bewust maakt van, um, van voeding, van, van energieverlies, energieopname. Ik denk dat sport echt moet um, gemotiveerd worden in de scholen, misschien nog wel veel meer dan dat het vandaag de dag al is. Um, en, en ik stel ook heel vaak de vraag aan ouders of bedrijfsleiders of mensen die in de zaal zitten als ik een presentatie geef: wie vandaag is er van zichzelf bewust dat hij een coach is? En dan steken heel weinig mensen hun handen in de lucht. Maar als ik dan zeg wie van jullie heeft er kinderen, ja, dan beseffen ze dat ze eigenlijk allemaal een coach zijn en, en dat ze allemaal een, uh, ja, een positieve uh, idee kunnen gaan doorgeven aan hun jonge kinderen en, en bewegen is daar essentieel. Um, overgewicht um, is toch iets dat je kan bestrijden met bewegen, met sporten, en we hoeven allemaal geen topsporters te zijn. Hè. Maar de fiets nemen in plaats van de auto, de trap in plaats van de lift, ja. dat zijn allemaal dingen die echt kunnen bijdragen. En ja. dan is het ook niet erg, als we terugkomen op de essentie van dit gesprek, als je veel beweegt, dat er af en toe eens een frietje tegenover staat. <laughs> Want mijn volgende vraag was eigenlijk van uh, is uw, bak, uw bakje frietjes, is dat half vol of is dat bij u half leeg? Wat wil je daar eigenlijk mee zeggen? Letterlijk? Ja, zet jij iemand die positief in het leven staat? Ja, meestal is het, het glas is half leeg of ah, het is ja, half vol, ja, ja. maar ik snap vind, we zitten een frietkast, dus... Ja, uh, half vol. Half vol? Ja, half vol. Ik ben wel iemand die, uh, die het altijd probeert langs de positieve kant te bekijken, en vooral ook heel goed beseft dat je jezelf alleen maar kan opwaarderen als je uit je fouten leert, als je tegenslagen accepteert en daar probeert um, ja, een uitweg te gaan zoeken. Als, als je denkt dat het leven alleen maar bestaat uit succes, als je denkt dat het leven alleen maar bestaat uit... Uh, we posten positieve dingen, we moeten altijd een smile hebben, we geven allemaal grote feestjes en daarachter zit, zit niks negatief, dat is de realiteit niet. Iedereen maakt elke dag opnieuw iets mee dat niet leuk is. Of doet dingen die hij niet graag doet. Uh, maar bekijk het inderdaad langs de halfvolle kant. En dan uh, maakt het dat leven al iets makkelijker. Is het uh, makkelijker om als... Je hebt heel veel gewonnen, je hebt ook wel dingen verloren. Maar is het makkelijker als je bepaalde dingen gewonnen hebt, om positiever in het leven te staan? Want er zijn mensen die ja, de ene een tegenslag na de andere hebben. Hè? Ja, ik denk dat je geluk voor een stukje kan afdwingen, maar ik denk dat je um, uiteraard ook in het leven wel een stukje geluk moet hebben. Er zijn mensen die echt tegenslag hebben, die echt van de ene ellende in de andere sukkelen, zonder dat ze er echt zelf iets kunnen aan doen. Um, dat wens je niemand niet toe. Maar um, als ik natuurlijk... Een atleet was geweest die naar een bepaald kampioenschap had toegeleefd, daar succes boekt en nadien op een tafel gaat staan met mijn kameraden en pinten gaat drinken en alle dagen fritten gaat eten en vijf, zes kilo gaat bijkomen en maar geniet van dat succes. Ja, dan ga ik natuurlijk nadien ook heel lang moeten werken. Jezus, die kilo's daar moet ik afkrijgen en uh, van mijn lichaam veel meer weerstand gaan vragen om terug op niveau te zijn, waardoor ik misschien dat tikkeltje sneller ziek wordt en iets sneller pech heb in het leven. Of ook qua kwetsures. Als je niet een bepaalde basis in het leven hebt, een bepaalde basisconditie, je hoeft niet altijd in topvorm te zijn, maar als ik dan natuurlijk lang loslaat en maar geniet van dat succes, of lang in een negatieve bui blijf hangen, ja, dan ga je natuurlijk op een bepaald moment terug fietsen, in mijn geval dan, en je zit in een peloton en er gebeurt een valpartij, je hebt geen reactievermogen, je bent lui, je bent, je bent uh, niet attent en je botst daar knal tegenin. Maar als je een bepaalde basis blijft houden, dan ben je scherp, dan ben je attent, dan ga je die valpartij misschien twee keer kunnen ontwijken. Waardoor dat je een paar procentjes minder gekwetst raakt. En zo kan je geluk in het leven wel wat afdwingen. Ook op de werkvloer. Als je fris, dynamisch, sportief in het leven staat, maak je minder fouten, ben je ook mentaal minder kwetsbaar, en zo verder. Dus. Uh, geluk is nodig, maar geluk kan ook afgedwongen worden. Ja. Ben je iemand die vooruitziend is? Die weet van, dat ligt er achter de volgende bocht. Uh, ik denk dat je niet alles kan voorspellen. Ik denk dat je absoluut op een bepaald moment ook moet kunnen anticiperen en en het moet uh, aanvaarden zoals het is en er dan ook proberen het beste van te maken. Maar ik ben wel iemand die constant en daar is fietsen vandaag de dag voor mij denk ik essentieel, uh, creatieve dingen. Opdoet, nadenkt over wat gaat er gebeuren als ik die bepaalde beslissing neem, uh, welke opportuniteiten zijn er nog mogelijk. Dat gebeurt bij mij tijdens het fietsen. Dan is eigenlijk alle zorgen of dingen die gepasseerd zijn, die gaan even weg. En dan ben ik vooral bezig met uh, dromen, plannen maken, um, creativiteit opdoen terwijl ik aan het bewegen ben. Zou dat ook bijvoorbeeld gekund hebben dat je na je carrière zegt van, ik oh, kan geen fiets meer zien? Bij, bij, bij veel. Renners zie je dat wel, van ah, die, die gaan totaal iets anders doen. Ja, ik kan me het niet voorstellen. Nee? nee? Ik heb mijzelf ook altijd de vraag gesteld van atleten die inderdaad dan nooit geen fiets meer aanraken en soms tien jaar later zeggen, ja, ik ben nu toch nog eens terug op mijn fiets gestapt. Het is ooit begonnen als een hobby. Ik heb altijd ongelooflijk graag uh, gefietst, van als ik bij wijze van spreken geboren was. Ik heb daarvan mijn beroep gemaakt. Maar ik stel eigenlijk vandaag vast dat ik van mijn beroep opnieuw mijn hobby heb gemaakt. En dat ik nu fiets omdat ik dat graag doe, omdat ik probeer zo lang mogelijk gezond te blijven. Uh, ik heb corona ook al zien als een nieuwe wedstrijd, waar ik probeer van zo goed mogelijk in conditie te zijn. Als ik het dan krijg, dan hoop ik dat ik iets meer beschermd ben. En zo zoek ik eigenlijk op elke leeftijd, in elke periode van het leven, toch wel een nieuwe uitdaging. En dat hoeft dan niet altijd mijn handen in de lucht te steken zijn tijdens een koers. En ben je bang om oud te worden? Ja. Ja. Uh, ja, ben daar toch wel stiekem, uh, denk, denk je daar toch wel aan? Je, pr je probeert zo lang mogelijk gezond te blijven, zo we weinig mogelijk kwaaltjes te hebben. Je denkt al eens iets meer na als je ergens over een beekje springt of, uh, ja. of uh, iets, iets wat meer risico's neemt. Um, en het eeuwige leven zou het wel fantastisch zijn. Ik kan mij uh, uiteraard dat wel relativeren en beseffen dat op dat vlak iedereen gelijk is, hè, dat we allemaal. Uh, ouder worden, aftakelen en op een bepaald moment uh, veel minder gaan kunnen. Maar ik ga toch proberen zo lang mogelijk uit te stellen. <laughs> en boezemt u dat angst in de dood, is dat iets waar dat je. Ja, ik wil daar eigenlijk niet te veel over nadenken. Ja. Um, dat boezemt mij wel een beetje angst in, dat het op een bepaald moment echt stopt. Dat ik, um, ik had dat eigenlijk twintig jaar geleden al, als je daar dan over nadenkt en je ligt in je bed en het is donker, en dan denk je van oe, op een bepaald moment ja, ben je 70, 80, 90 jaar, hopelijk. Um, en op een gegeven moment gaat het dan plots gedaan, zijn geen frietjes meer, uh, geen vrienden meer om u heen. Uh, misschien, en dat is het enige wat ik hoop, is dat je daar dan op oudere leeftijd anders naar kijkt. Dat is het enige wat me eigenlijk vandaag vasthoudt in dit verhaal. Hè? Dat je op je 40, 50 niet kunt inschatten hoe het aanvoelt als je. 90 bent um, en je je familie voor een stuk ook al hebt verloren op een of andere manier, of, of ook bijna niks meer kunt qua bewegen en zo verder, dan kijk je misschien net dat tikkeltje anders tegen het einde aan dan dat je dat doet als je 45 bent. Ja, ik denk dan bij u vooral de lichamelijke beperking die je krijgt. Dat lijkt mij voor iemand die heel veel beweegt wel zwaar. Ik heb totaal geen problemen mee om de lat te verlagen en om uh, mij aan te passen aan mijn leeftijd. Om veel minder arbeid te verrichten als het gaat over fietsen en zo verder. Dat kan ik heel goed relativeren, maar als mij mijn fiets en mijn bewegen zouden afnemen, dat zou ik wel heel moeilijk vinden. Ja. Omdat ik ervan overtuigd ben dat dat mij. Mentaal ook fris houdt, jong houdt. Um, ik ben ijdel, ik, ben, ik voel mij graag goed in mijn vel. Mijn kostuum, dat zou eigenlijk het liefst van al um, wat ik op mijn 40 droeg, op mijn 50 nog moeten passen. Zo zit ik wel in elkaar. Maar um, ik kan de lat wel verlagen. Daar ja. voel ik wel aan. Ik kan het wel relativeren dat ik niet meer kan wat ik op mijn 25 kon. En over ijdel gesproken. Um ja, je hebt in, in Tremelo heb je een frituur. Wacht, hoe heet die frituur? De, de, de cannibaal. De cannibaal, ja. <laughs> ja, ja. Maar is die naar u genoemd ook? Ik weet dat eigenlijk niet. Is dat al ik, ja, ja, oh, ja, ja. Zijn we daar al geweest? Ja, uiteraard ja, zijn we daar al geweest. Vriendelijke mensen, lekkere frietjes. <laughs> uh, maar ik weet niet of hij naar mij genoemd is. Ja. Maar goed, ja. De laatste 15 jaar heeft Baal... Wel, natuurlijk, meer in de belangstelling staan door het veldrijden en de kannibaal is daar. Ja, maar ja, dat wel komt wel door u, hè? Ja, heeft uh, een positieve bijklank gekregen daar, ja. Maar wat, dat, dat doet toch iets met een mens? Dat, ja, je hebt zo, allez, Er is een frituur naar u genoemd, ja. waarschijnlijk. Ja. Het Sven Nijs Cycling Center. Allez. Je kijkt daar altijd anders naar als dat bij iemand anders gebeurt dan bij jezelf. Ik heb ook een eigen. Uh, wielertocht die 90 kilometer afgepeild is, dus je kan uh, in Vlaams-Brabant door het Hageland mijn eigen route fietsen. Is dat een tip? Uh, nee, maar, maar het is. Ik wil het wel eens proberen, maar. Als je die eerste keer die bordjes ziet staan, dan denk je oh, aan wat heb ik dat te danken. Ik heb mijn best gedaan, ik heb mooie successen geboekt, maar om daar dan direct een route aan te koppelen. Ja, uh, op een bepaald moment gebeurt het en ik ben daar heel trots op, uiteraard. Maar ik kan dat ook wel voor een stuk relativeren. Nou, mensen uh, nu noemen je ook een levende legende, ja, Sven. Ja, Ui, dat is toch. Een gelegenheid, toch? Het valt allemaal wel mee. Het is. Um, ja, ik, ik, ik probeer zo goed mogelijk met mijn voeten in het leven te staan. Ik heb denk ik ook wel altijd heel goed kunnen inschatten van waar ik kom. Um, ik heb mij nooit afgesloten van de buitenwereld. Ik ga inderdaad nog naar de frituur, de bakker, de beenhouwer bij ons in het dorp. Um, op dat vlak is er eigenlijk niks veranderd. En dat maakt het ook wel iets makkelijker om na je sportieve carrière terug gewoon in het leven te staan. De handschoen op te nemen en je handen ook terug willen vuil te maken. Ik had even goed kunnen zeggen... We gaan opleiding geven aan jonge kinderen. Ik plak daar mijn naam op en de boel zal wel draaien. Maar ik ben zelf met die kinderen aan de slag gegaan, zelf gaan fietsen, uh, de mama's mails naar mij laten sturen, uh, wat er in de broodjes moest en of ze allergie hadden en zo verder. Truitjes besteld voor die kinderen. En, en dat wordt geapprecieerd. En, en zo kan ik ook leren in een nieuwe onderneming weer, waar de fouten zitten, waar we dingen kunnen aanpassen. En zo kan je ook weer gaan groeien. Ja, groei is belangrijk, hè? Ja, ik vind... Uh, ik vind dat heel belangrijk dat je, dat je inderdaad stap voor stap naar iets groeit. Dan sta je ook veel steviger in je schoenen. Als je op losse pilaren iets probeert uit te bouwen waar je de kennis niet echt van hebt, dan is dat veel wankeler en dan ga je natuurlijk ook veel meer kans hebben om te falen. En ik probeer dat wel te vermijden. Ja. En hoe zit dat uh, bij Thibaut? Uh, daar hebben we het nu nog. We zijn al heel lang aan het prabbelen, ja. en we hebben het eigenlijk nog niet over Thibaut gehad. Uh, Zet je nu zo'n beetje de papa van aan het worden? Of ja, meer is dat en meer, veranderen? Ja, meer en meer, ja? uiteraard. Dat is zo. Hij staat in de belangstelling. Hij, hij doet de sport die ik deed. En heeft al een aantal titels gepakt, bij de jeugd weliswaar. Dus ik word wel meer en meer aanzien. Zeker bij de jeugd. Hè. Dus er zijn uh, nu kinderen die bij mij opleiding komen volgen. die mij niet echt hebben gezien koersen. Hè. Die zijn uh, zes, zeven jaar. Ja, ik ben al ondertussen zes jaar gestopt. Die hebben dat van de ouders dan, die dat vertellen. Maar als die boel langskomt. En ze hebben dna nijs gezien een paar jaar geleden. Of ze volgen de wedstrijden een beetje. Ja, die kennen ze natuurlijk veel beter. Uh, <laughs> dat is ook wel leuk. Uh, op een bepaald moment is dat ook uh, niks mis mee dat je terug een klein beetje in de anonimiteit verdwijnt. Hè. Ja, dat is wel gek, hè? Dat is zo. Ja, dat is het leven zeker. Ja. Um, je moet daar ook niet te veel aan vastklampen. Um, ik denk dat ik vandaag ook functies uitvoer die perfect in de anonimiteit veel meer kunnen. Um, en ik geniet van de successen die dan. Ontplooit worden doordat ik er zelf ook mee mijn schouders heb ondergezet. Bij succes hoort ook uh, ja, tegenslag. Je verliest wel eens een wedstrijd of je krijgt kritiek. Hè. Hoge bomen vangen veel wind. Is dat ook iets waar je die kan op voorbereiden? Of? Ja, uh, zeker. Het is natuurlijk totaal ander karakter. Uh, ook al heeft hij veel meegekregen van wat ik heb gedaan. Uh, hij communiceert heel goed. Ik denk dat dat uh, nooit. Uh, iets is wat we hem geleerd hebben. Dat is iets wat ontstaan is doordat hij veel micro's en camera's heeft gezien. Dus in dat opzicht is het wel uh, makkelijk. Maar langs de andere kant, hij heeft positieve dingen die hij uh, meedraagt door zijn naam. Maar er zijn ook negatieve dingen. Hè. De, de, er is veel meer druk op zijn schouders dan op een jongen die hetzelfde presteert in de anonimiteit. Dus die kan veel relaxer ook zijn carrière uitbouwen. Terwijl alles wat hij doet nu, Thibaut. Staat, uh, ja, staat echt in de belangstelling, goed en slecht. En dat moet je wel kunnen, uh, kunnen dragen. Dus we proberen daar zo rustig mogelijk mee om te gaan uh, binnen onze vier muren thuis. En hem en, en ook de kredieten geven om fouten te maken, om, om dingen um, niet goed te doen en daarvan te leren en dan sterker door te worden. Ik denk dat dat belangrijk is. Vind je dat hij volwassener is dan dat jij was op die leeftijd? Zeker weten. Ja? Oh ja, 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 zeker weten. Is ook, de jeugd is ook veel mondiger geworden dan dat wij waren op, op die leeftijd. Uh, social media heeft daar zeker toe bijgedragen. Ze maken zelf nieuws, ze maken zelf uh, filmpjes uh, posten, ze, ze zijn hun eigen branding aan het doen. Elk uh, gast van 17, 18 jaar doet dat vandaag. Het is uh, vreemd om te zeggen, maar zo is het wel. En zeker als je dan ook nog een sport doet die in de belangstelling staat. Dus uh, dat heeft wel geholpen, en langs de andere kant denk ik dat uh, hij mijn carrière toch wel heel bewust heeft meegemaakt. Uh, en aan het eind van het verhaal verlies je natuurlijk veel meer dan dat je wint. Dus hij heeft ook gezien dat ik daar moest mee omgaan, dat ik mijn lat moest verlagen, dat, ik, dat er een nieuwe generatie aankwam die sterker werd. Um, Hoe was dat voor hem? Um, hij was trots uiteraard. Hij heeft me papa op, op, op een bepaald moment ook echt nog overtuigd om nog uh, een jaar door te doen toen ik. Uh, zo op het randje stond van ja. Uh, zou ik dit wereldkampioenschap nog wel uh, voor, ja, voor mijn rekening nemen? Ik heb toen dat wereldkampioenschap nog gewonnen. En dat was toch wel voor een stuk door Thibaut, die zei van ja, papa, ik wil dat je het toch nog eens probeert. Um, en die jaren hebben we wel echt bewust meegemaakt. Toen hij zelf ook al op een koersfietsje zat, daar rondreed op die crossen, dat was voor hem één grote speeltuin. Hij was supporter en, en, en nu zijn de rollen omgedraaid. En. Er is niks mooier dan dat, um, dan dat uw zoon trots is op zijn vader. Um, dat hij dan ook in die voetsporen wil treden. Dat wij samen de fiets op gaan, verhalen vertellen over de koers. Ja, um, ik kan me voorstellen dat pubers van 17, 18 jaar. in 90% van de gevallen. dat die soms ook wel eens zich afzetten hè, van, van de ouders. Wat logisch is, wat ik ook heb gedaan met mijn ouders. Maar bij ons is er een verbindende factor en dat is de fietsen. Ja. En hij zet zich niet echt af. Soms? Ja, soms, soms zegt hij wel eens: papa, jij kent er niks van. Over de koers of ja, over ja. vrouwen of over? Eigenlijk over alles. Over alles. Uh, soms post ik wel eens iets op social media en hij zegt papa: dat is echt niet meer van deze tijd. Wat steekt er nu weer uit? Stop daarmee. Met je selfies, zegt hij <laughs> dan. Maar goed, ja. Uh, dan zeg ik: oké, okay, ja, maar jij bent er twintig, ik ben er 46. Uh, ik sta anders in het leven. En luistert jij ook naar hem? Uh, er zijn wel dingen waar ik eens raad vraag aan hem. Uh, en ook omgekeerd. Dus dat is een goede mix. Maar dat is wel grappig, hè? Ja. Ja, op sociale media, bij ons is dat er zo wat bijgekomen. Maar... Ja, ja. Ja, zij zijn kinderen... er mee geboren, bij wijze ja. van spreken. Hè? Computers, dat werd bij ons pas uh, zo. Ja, in de lagere school waren er geen computers. Maar zij, ja. ja bij ons was dat zo een zwart scherm, maar dat je dan zo MS-Dos, of wat was ja, ja. dat? <laughs> ja, absoluut. Wij, wij um, speelden Domino steentjes en knikkeren op de Speelplaats. En wij, wij, wij bouwden huisjes met Lego. En dat gebeurt misschien nu nog. Maar het eerste wat Thibaut deed, was swipen met zijn, met zijn telefoon naar de, naar de volgende pagina. Dus <laughs> dat is wat al kinderen vandaag doen. Hè? Ja, voilà, voilà. Ja, dat is wel boeiend, hè. Ja. Uh, wacht, ik, ik had nog een vraagje over Thibaut. Um, wacht, hè. Ah ja, ja, dat is heel belangrijk, vind. Dat is juist. Um, ik ben zelf op mijn 25 mama geworden. Dat was een bewuste keuze, omdat mijn partner is... Ja, 16 jaar ouder, dus we hadden geen bompa aan de schoolpoort. Um, maar bij u was dat ook op 25 jaar. Ja, klopt. Dat? En ja, als topsporter is dat toch niet echt een goede tip of zo? Nee, want mijn bondscoach toen, dat was de legendarische Erik de Vlaming, hè, zeven keer wereldkampioen, die zei altijd: nooit beginnen aan kinderen als je aan je sportcarrière bezig bent. Want je gaat afgeleid zijn, um, er gaat heel veel concentratie wegvallen. Maar ik was een jonge gast die wel eens vaker last had van druk naar een kampioenschap toe. En ik denk dat de geboorte van Thibaud ervoor gezorgd heeft dat ik een stukje ontspanning had gevonden, dat ik afleiding kreeg omdat je niet anders kan. De baby die huilt, de baby die een pamper moet krijgen, waar je aandacht moet aan besteden. En dat heeft eigenlijk voor een stuk mijn carrière een nieuwe wending gegeven, in de positieve zin. Dus ik heb eigenlijk de de raad van Erik de Vlaming toen in de wind geslagen en we zijn toch aan kinderen begonnen. En Ik was inderdaad 5, 26 jaar. Isabel was maar 20, 21 jaar. Zij was heel, heel jong. Superjong. Wat nu wel maakt dat wij nog jonge ouders zijn, en dat is wel plezant, we kunnen nu echt wel heel bewust um, die tijd meebeleven. dat hij zijn puberteit doormaakt, dat hij uh, zijn sportcarrière uh, ontplooit. En ik zit zelf nog met hem mee op de fiets, dus ik heb wel geen spijt van die keuze die ik heb gemaakt. Nee. Nee, want het is, ja, het, is, het is een meerwaarde, denk ik, omdat je zelf zo jong bent dat je ja, dingen kunt oppikken van hen en zij ook van u. Ja, maar ik ben er wel van overtuigd dat dat ook voor een stukje het karakter is van een persoon. Iemand van 70 kan ook een heel jonge, jong van geest zijn en op een andere manier dat aanpakken dan iemand van 70 die ja, uh, anders in het leven staat. Dus. Dat heeft niet altijd met leeftijd te maken, dat heeft meer met ingesteldheid te maken. En heb je, denk je daar ook, want ja, je zei eigenlijk ja, van BMX, uh, direct de topsport in, kinderen. Um, heb je het ook iets gemist, vind je, in je leven? Eigenlijk niet. Um, gedurende mijn carrière uh, zei men altijd: je moet het maar kunnen. Hè, al, dat, al die opofferingen, altijd maar op je eten letten. Nooit eens op stap gaan met je kameraden. Uh, ik stel nu vast dat ik op mijn 39ste ben gestopt, um, dat ik eigenlijk dat. Vele ongezonde eten of, of, of na niks moeten zien dat ik dat nooit heb gemist. Want eigenlijk zit mijn leven nog altijd zo in elkaar. Um, ik ben niet echt iemand die extreem op mijn dieet let. Ik probeer een goed evenwicht te vinden. Waar ik uh, evenveel verbrand dan dat ik opneem. En als ik frietjes heb gegeten, zal ik de dag nadien iets meer fietsen, zodat ik eigenlijk ook geen schuldgevoel moet hebben dat ik die frietjes heb gegeten. Um, en als het gaat over op, op stap gaan en zo verder. Um, ik ben 39 en we gaan de afgelopen jaren twee keer per jaar naar Tomorrowland, naar Rockwerchter. Alle festivals zijn we bij, van een slageravond in Baal tot, tot noem maar op. Dus wat is er mis mee om wat je op je 20 niet kan, dat op je 40 wel te doen. Dus ik geniet volop van het leven en ik heb het gevoel dat ik op jonge leeftijd veel van de wereld heb mogen en leren ontdekken en dat ik zeker niks gemist heb. Maar je bent wel vroeg in een relatie gestapt, hè? Ja. Zeker. Um, dat, is, dat, is, dat lijkt mij bij renners vaak wel. Ja, maar structuur is natuurlijk wel heel belangrijk. Ja. Hè? Als je iemand bent die zoekende is, die dan al wat meer natuurlijk ja, buitenshuis moet gaan, want ja, ze, gaan, ze gaan niet op de deur komen kloppen. Als wielrenner is dat natuurlijk niet altijd zo evident. Um, dus ik hield wel van regelmaat, structuur, uh, een vaste relatie. Dat is eigenlijk altijd bij mij zo geweest. Ik had een vriendinnetje die, uh, die ik had toen ik 14 was, tot mijn. Ja, 1,22, denk ik zoiets. En daarna is de mama van Thibaut dan gekomen. Ook een hele lange relatie. Dus ja, ik uh, ben wel niet iemand die op dat vlak lang alleen is geweest. Of die, die het. Uh, ik heb wel iemand rond mij nodig, ook denk ik. Ja. ja. Om voor u te zorgen. Um, toen zeker, ja. als wielrenner. Ik denk dat ik vandaag meer zelfstandig ben geworden. En die 1, 2 jaar dat ik echt alleen gewoond heb. Uh, na de beëindiging van de relatie. Met mijn ex-vrouw, um, ja, dat moest ik wel. Hè. Ik moest er zijn voor Thibault, die toen nog jonger was. Ik moest zelf de wasmachine en, uh, en de droogkast opzetten, en het afwasmachine en zo verder. En zorgen dat er eten op tafel stond. Ik was toen ook nog coureur, dus ik heb toen wel heel veel bijgeleerd. En dat gebruik ik vandaag wel. Ik ben vandaag meer um, onderdeel van het gezin als het gaat, op, uh, als, als het gaat over, over de taken verdelen dan toen. Uh -huh. Maar dat had ook te maken met mijn sport, uiteraard. Er was ook veel minder tijd en energie om dat toen te doen. En zie je die scheiding dan als iets positiefs ook? Dat is nooit positief. Allee, voor jezelf, hè? Nou um, ja, ik heb, ik denk, wel veel kennis opgedaan van mezelf. Uh, hoe het leven in elkaar zit, dat sowieso wel. Um, maar dat moment zelf, ja, dat wens je niemand niet toe. Dat is, dat zijn negatieve emoties. Hè. Dat moet je toch onder de knie proberen krijgen. Uh, het zijn twee, um, personen die uit elkaar zijn gegroeid. En dat was maar één prioriteit op dat moment. Dat is zorg dragen voor onze, onze zoon. En ik denk dat we daar alle twee heel goed in geslaagd zijn. Dat we daar altijd goed blijven communiceren zijn. En dat dat op de dag van vandaag, uh, ja, goed uitdraait en dat is fijn. Hij is, uh, hij is overal thuis. Um, en hij heeft nooit geen spelregels gehad op dat vlak. Hij was degene die bepaalde waar hij sliep. Ja, verwend. Ja, verwend. Uh, ja. Maar ik denk dat, dat op dat moment, dan ga je dat misschien nog meer doen. Ja. Um, en vooral ook zorgen dat hij niks tekort komt. Um, en ik denk dat, dat hij dat ook zo aanvoelt. En dat is, daar ben ik wel blij mee, dat dat zo uitgedraaid is. Want Het was ook wel een gemediatiseerde relatie dat je had. Hè? Ja, dat kan je Ui. natuurlijk niet, um, niet ontkennen. Um, je staat in de belangstelling en, en op een bepaald moment gaan ze dan toch een beetje dieper graven in je privéleven. Uh, gelukkig is dat dan wel. Um, ja. Wat gaan liggen op een bepaald moment en hebben we daar ook wel de deuren wat meer gesloten en heeft dat wat rust gevonden langs beide zijden en dat is ook oké. Okay. Mm -hmm. Zijn dat ook tips die je geeft aan Thibault als hij een vriendin heeft? Um, ik denk dat, ja, ik, af en toe zeg ik dat wel een keer, um, dat hij moet zijn eigen spelregels ook wel gaan bepalen, dat hij zich niet moet laten leiden door de vragen die, die er komen vanuit de media, zelf keuzes moet gaan maken. En onrechtstreeks denk ik ook dat hij, dat hij wel. Um, Sowieso iets zal meenemen van hoe wij het hebben aangepakt of wat we van fouten hebben gemaakt en daar ook iets uit geleerd heeft. Ook al zegt hij dat niet direct. Dus het is een ander karakter, het is een ander persoon. Hij staat waarschijnlijk ook wel net dat tikkeltje anders in het leven en dat is ook oké. Okay, maar de vrouw van de renner is vaak, staat wel vaak in functie van ja. de renner. Uh, ik heb al zo eens een aantal van die meisjes geïnterviewd en ja, die hun job staan, die, die stoppen vaak met werken om dan ja, in functie van hun man te kunnen functioneren ja. uh, is dat ook iets waar je hem voor waarschuwt of, of zijn vriendinnetjes ja dat is nooit geen uh, verplichting geweest of dat is nooit geen bewuste keuze geweest um, toen wij een relatie hadden dat zij moest thuisblijven om voor, ja, voor Thibaut te zorgen en, en, en zorgen dat er eten op tafel stond dat is gewoon spontaan ontstaan uh, en, en ik heb nu wel meer de motivatie naar hem toe van zorgt als je in een relatie zit dat je beiden ook uh, je hobby's hebt, dat je beiden ook een job hebt. Uh, Probeer elkaar er ook in te motiveren. Er moet niet alleen uh, de vraag gesteld worden: hoe was uw training, hoe was uw prestatie? Nee, stelt ook een keer de vraag: hoe was uw dag vandaag? Uh, wat heb je vandaag meegemaakt? Wie ben je tegengekomen? Dat is belangrijk. En, en uh, daar. Probeer ik hem wel wat mee te geven. Ik denk dat dat ook noodzakelijk is. Want is dat evident? Want ja, je moet natuurlijk op je eten letten, je moet rusten, je moet gaan slapen. De ene dag al wat meer dan de andere. Als je natuurlijk vijf, zes uur op de fiets hebt gezeten, um, dan is er nog heel weinig energie over om actieve dingen te gaan doen. Maar je kan wel proberen van de kleine dingen in het leven thuis mee op te pikken. Um, interesse te tonen, daar hoef je niet voor uit je zetel te komen. Maar interesse tonen is al een heel belangrijk onderdeel. En um, ja, daar kan ik los van de prestatie, de trainingsschema's en zo verder, denk ik, uh, hem nog wel wat in bijbrengen. Ja. Is, geloof je ook in eeuwige liefde, Sven? Ja, ik geloof daar wel in. Ja? Ja, ik geloof daar wel in. Ik uh, ben dat zeker niet verloren doordat we op een bepaald moment andere keuzes hebben gemaakt. Uh, ik ben vandaag ook opnieuw heel, heel gelukkig. En ik zie dat ook als eeuwige liefde. I iemand waar ik uh, echt oud mee wil worden en, en liefst van al... Uh, tot we 100 jaar zijn, ja. ja. Want Anneke, dat is echt... Ik vind dat een van de leukste mensen die ik ken. Ja. Uh, ik dat snap, is ook zo. Ik snap ook wel uh, dat zij op u valt en zo. Maar uh, ja, waar, waar, waarom denk je echt dat ze, dat ze u, u graag ziet? En wat, het kan voor het strakke lichaam zijn of voor nee, uw mooie is, fiets. Nee, dat is het zeker niet. Uh, Anneke is iemand die niet graag in de belangstelling staat. Uh, die hard werkt. Uh, zelf ook ondernemer is. Van s morgens tot s avonds. ...de handen uit de mouwen steekt... ...ook s'avonds aan haar bureau zit... ...zoals mijn vader vroeger papierwerk doet... ...en zo verder... ...maar um, zij is zij, zij ook echt iemand... ...die in haar uh, intieme vriendenkring... ...haar eigen is... Zo, uh, ...niet te veel op een podium... ...maar rustig onder haar eigen vrienden... Uh, ...graag lekker gaat eten... ...veel graag op vakantie gaat... Um, en, en, ...en echt... ...met alles ook kan meepraten... Uh, en, ...en ja... Wij, hebben elkaar daar, ja, wij zijn echt twee handen, twee handen op één op buik, bij wijze van spreken. Uh, waarom is die op mij gevallen? Omdat ik denk, het is moeilijk te zeggen, dat zou je eigenlijk aan haar moeten vragen. Ze is hier niet, hè? Nee. Um, ja, dat klikt gewoon op alle vlakken. Uh, onze interesses zijn dezelfde, onze humor is hetzelfde. Uh, en. en er zijn heel weinig momenten dat er ergernis is. Uh, en als er die al is, dan spreken we die ook uit en dan lossen we dat ook op. Ik, uh, ik denk niet dat ik de moeilijkste ben. En dat is zij ook niet. En ja, dan kan, je, dan kan je hier en daar wat water bij de wijn doen en dan ben je gewoon gelukkige mensen. Ja. Ben je gelukkig? Ja, ik ben heel gelukkig. Ja. Ja, ik, ik, uh, ik besef maar al te goed dat ik veel kansen heb gekregen, dat ik ook veel kansen heb gecreëerd en dat ik heel fijne mensen rondom mij heb. Um, en, en in eerste instantie is dat uiteraard Anneke. Zij zorgt ervoor dat, uh, dat er een warm nest is. Um, dat, er, dat, er, uh, dat er humor is in huis. Dat, 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 we, dat we niks tekortkomen op het vlak van um, netjes uh, eten, um, uh, ideeën opdoen, er voor de kinderen zijn. Ik denk dat we dat samen goed invullen. En ja. Daar, dat is de basis van het. Als dat goed zit, ja, dan gaat de rest eigenlijk voor een stukje vanzelf, is veel gezegd, maar dan gaat het toch iets makkelijker. Is zij ook je beste vriendin? Ja. Oh ja, ja zeker. Ja. Um, de eerste en waarschijnlijk ook de enige waar ik echt alles aan kwijt kan, dat is wel Anneke. Ja. 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 Je belt je altijd direct. Ja. En ja, als en ik veel. in de auto zit, uh, ik zit veel in de auto, van de ene verplichting naar de andere, dan, uh, dan zegt ze ja, verveel u. Uh, dan probeer ik, ik ik bel die toch wel drie vier keer per dag ja. en soms voor niks hè? Is het waar? Ja. Zij dan toen? Hoe is uw dag? Eigenlijk voor niks maar maar goed ja uh, ze moeten er soms al eens mee lachen. Tof hè? Ja. ja. Nou, ik vind het ook wel leuk omdat zij is ook heel ondernemend ja met haar B&B ze heeft dan ook een haar eigen schoonheidssalon en ja. zo en dat lijkt mij perfect bij u te passen ook zodat ja, ja ik, ben, ik ben wel trots op wat ze heeft uh, neergezet. Uh, het is echt iemand die, uh, van, van als ik ze ken, uh, keihard heeft gewerkt. Um, een Schoonheidssalon, dat is soms ook psycholoog zijn van de mensen. Ze komen met al hun verhalen. Uh, ze probeert daar ook echt zo goed mogelijk invulling aan te geven. En uh, ja, dat, dat zijn soms hele lange dagen. En dan voel ik me soms ook wel schuldig als ik dan een keer ergens uh, lang in de auto heb gezeten, en presentatie heb gegeven en thuiskom en, en dan zeg: Oh my. Ik ben moe, dan heeft zij soms van zeven uur s morgens tot negen uh, tot uur s avonds, uh, zonder ergens tijd te nemen voor haar eigen, klanten ontvangen. En, en uh, daar ja. heb ik wel bewondering voor. Heftig, hè? Uh, ja. ja, ieder zijn job. Uh, ja, job. Maar, maar uh, soms zeg ik haar wel eens dat ze moet, moet ook aandacht besteden aan haar eigen gezondheid, want ze gaat daar soms ook wel te ver in. Uh, gelukkig heeft ze nu ook stappen gezet. Ik denk dat ik haar daar wel heb kunnen in helpen, door iemand uh, op zelfstandige basis uh, ook echt in dienst te nemen. Zodanig dat, dat ze wat meer tijd voor haar eigen kan hebben. Uh, een keer terug creativiteit kan opdoen. Want er is eigenlijk geen tijd om creativiteit te zijn als je van vanmorgen tot avonds zo hard werkt. Uh, wat meer beweegt ook. Uh, en, en, uh... Deze dat te weinig? Uh, ze heeft dat eigenlijk nooit nodig gehad. Uh, maar ze deed dat wel te weinig en ze is wel tot het inzicht gekomen dat dat daar energie geeft. Um, dus. Uh, ze heeft soms meer karakter dan ik, want die durft om 6 uur s morgens opstaan om snel naar de fitness te gaan, een uur te gaan sporten en dan naar haar werk. Uh, maar ze doet het wel. Amai, dat is wel en straf. Dat had ik eigenlijk nooit uh, gezien dat ze dat, dat ze dat zou gaan doen, maar, maar ja, ze kan het wel opbrengen. Maar ik zie toch dat jullie vaak zo met je twee gaan fietsen? Ja, niet zo vaak, uh, ja, maar ze fietst. Ja, ze fietst zeker. Uh... Een post je het op Instagram. Ja, 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 als ze ah, ja. ja voilà, we posten altijd de leuke dingen. Ja, wat voilà, laat is dat, hè? Uh, Maar. Als ik nu bijvoorbeeld een zondagvoormiddag, waar vaak de wielertouristen dan echt de keuze maken om met hun vrienden te gaan fietsen, als zij tijd heeft en ik heb tijd, dan zal ik sneller de keuze maken om met haar een toerke te gaan fietsen dan dat ik dat in mijn eentje of met mijn kameraden kan gaan doen. Omdat wij allebei natuurlijk zoveel momenten gedurende de week druk bezig zijn... Dat ik die moment dan echt wil koesteren en dan rijd ik maar aan een veel lager tempo. Maar dan heb ik een klein beetje bewogen, maar wel de kwaliteit gehad om samen toffe dingen te doen. Ja, en babbelen dan ook? Uh, dank hangt er hoe hard ik, ik fiets. Uh -huh. Heigend. <laughs> ja, we ja, ja, babbelen wel of we rijden Gaat geen... Je put die gewoon uit dan? Uh, nee, nee, nee. Dat lukt nog wel. Maar het, ja, dat... Ja. Wat babbelde dan? ga je jezelf dan ook zo meten bij haar? Zo, van, zie je zo snel dat je kan rijden? Nee nee, nee, nee nee die tijd is al lang gepasseerd. Uh, nee, dat is niet meer nodig. Ik denk, moest ik met jou samen fietsen, dat je dan ook wel zo echt een tandje zou bijsteken. Zo? Maar ik denk niet dat ik het kan verstoppen. Ik zou knalrood zien. Ja, maar goed. Ik denk, we kennen elkaar nu toch al een klein beetje. Ja. Hè? Uh, nee, op dat vlak uh, is het vooral genieten wat wij doen. En, en, de, en dat combineren met wat bewegen. Soms rijden we dan eens langs de ouders van Anneke, die dan 30, 40 kilometer verder Rijden, dan drinken we dan een koffie en komen we terug. En dan hebben we inderdaad niet intensief gesport, maar we zijn wel tof bezig geweest. En ja, ik zie ook wel in dat dat de kwaliteit van het leven vandaag is. Hè. Het is nog niet elektrisch ondersteund bij haar of zo? Mag ik dat zeggen? Ja wel, het is wel, het is ondersteund. Oh, godvertegen. Dat is ook niet erg. Uh, we hebben een koersfiets, omdat we gaan iedere keer per jaar altijd op stage met Svenijs naar Mallorca. Yes. En het eerste jaar had ik een koersfiets van mij meegegeven waar ze dan uh, samen met ons fietste. En ze had daar echt geforceerd. Uh, natuurlijk allemaal per Svenijs gaan fietsen. Het tempo al wat hoger. Wielertouristen, heel weinig dames aanwezig. En zij overal mee, 80, 90 kilometer, over die bergen in Mallorca. En ze was er natuurlijk niet gewoon. En haar eigen geforceerd. En daar heeft ze wel een aantal uh, maanden echt last van gehad. Ja, ah, echt maanden? Ja, 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 ja. Het was ze gekwetst. Um en, en dan heb ik gezegd, oké, okay, ze wou heel graag mee blijven gaan. Dan heb ik gezegd, oké, okay, dan gaan we voor een elektrische fiets. Daar is niks mis mee. En nu heeft ze dit jaar meegeweest met wat ondersteuning. Maar ze doet, je moet nog altijd wel trappen. Je moet nog altijd wel fietsen. Uh, en ze kan met die groep mee. Je kunt nog een babbel doen terwijl. En, uh, en nu is ze echt vertrokken. Uh, maar Mallorca, dat is ook niet, dat is niet effen. Hè. Dat, dat gaat ook wel goed op en neer. Dat is niet effen. Nee, <laughs> nee, nee dat is redelijk lastig. Mallorca is altijd wel wat heuvelachtig. Je kan ook echt de bergen in. Maar um, de vrijheid die je hebt op een fiets, uh, zeker als je, als je het conditioneel wat onder controle hebt, met een groep vrienden, dat is, dat is echt uh, ja, dat is het leven. Dat is, dan, dan komt de smile automatisch op mijn aangezicht. En fiets je, maar je zegt groep vrienden of met Anneke, maar fiets je ook graag alleen? Ja. Wat zijn de momenten dat je zegt, van, ik, nu ben ik alleen weg? Vaak ook wel, omdat um, mijn agenda is heel onvoorspelbaar. Ik spring van het ene project in het andere. En soms is er maar één of twee uur tijd gedurende een dag. En om dan iemand gaan op te bellen, die vaak ook aan het werken is, dat kan om elf uur middag zijn of om drie uur namiddag. En dan denk ik ook wel van, oké, okay, ja, snel mijn koerskleren aan en dan ga ik een uur, anderhalf uur fietsen. Dan heb ik iets gedaan en dan ga ik weer door naar het volgende. Dus er zit zoveel variatie in mijn dag dat het moeilijk te plannen is. Mm -hmm. En alleen, dat is dan je ja, resetmoment, je bent bij het begin van het gesprek. Ja, maar ik ben nooit alleen. Je hebt dat fietscomputerke, je gaat daar uh, naar kijken van vandaag 30 gemiddeld, morgen proberen 31. Van waar komt de wind? Uh, heb ik eten bij, heb ik drinken bij? Ik rij nog een keer naar links, daar ben ik al een paar maanden niet mee. Je bent eigenlijk constant wel aan het denken. Je hebt overal al wel eens iets meegemaakt op die fiets. Um, dat dat voor mij absoluut geen probleem is om, om even alleen um, met je neus in de wind... Ja, uzelf weer eens uit te dagen. Ja, dus competitieve zit er ook alleen in. Uh, meer alleen dan tegen iemand anders. Vroeger was het natuurlijk altijd iemand anders uh, verslagen en nu is het het uh, gevecht tegen uzelf. Uh... En hoe is dat gevecht dan? Van Morgen ja. meer. Uh, morgen meer, of kan ik dat gemiddelde nog aanhouden? Of hoeveel wat zou ik nog kunnen trappen als ik aanzet na die bocht? Of vroeger was ik uh, na tien kilometer op die locatie. Lukt me dat vandaag nog? Zo van die kleine dingen. Gedaagd Je u zelf altijd wel een beetje uit. En dat is ook leuk. Dat gaat er ook nooit niet meer uit, denk ik. Waarschijnlijk niet. Uh, Waarschijnlijk, ja. Ik zal, het, ik zal het sowieso moeten uh, aanpassen. Je kan, natuurlijk, ik kan niet meer wat ik tien jaar geleden kon. Uh, maar... Er zullen altijd wel ergens doelen gesteld worden. Kleintjes, maar je hebt ze wel. Ja. Is dat, doelen zijn super belangrijk voor u. Ja, ja ik ben wel iemand die, die graag naar doelen toeleeft. Um, in mijn job, uh, in de sport. Dat ik denk dat het ook voor mensen soms heel moeilijk te motiveren valt als er geen doel is. Als nu tegen iemand zegt, volgend jaar gaan we met de familie de Mont van toe beklimmen. Dan zijn mensen meer gemotiveerd om gedurende het jaar te gaan bewegen, dan dat er geen doel is. En dat je zegt: Oké, okay, ik ga vandaag maar fietsen omdat ik dat leuk vind. Dat is veel moeilijker. Dus ik wil zoveel mogelijk mensen aan het sporten brengen. En dat vertel ik dan ook vaak in bedrijven. Dus wat ik dan zeg is: stel met je bedrijf een doel. Want dan ga je mensen meer motiveren om te gaan bewegen. Ze gaan elkaar, misschien kunt je dat ook samen doen, waardoor je elkaar op een andere manier leert kennen, waardoor er een betere teamsfeer gecreëerd wordt en dat er ook betere prestaties op de werkvloer geleverd worden. Dus die mix probeer ik altijd wel wat te vinden. Mm. Heb je, je ouders ooit al eens meegenomen als je zo gaat spreken voor bedrijven? Ja, ja die zijn al eens komen. Dat is heel, heel raar. Ja. Uh, want ik vertel natuurlijk ook over mijn ouders, over de dankbaarheid, over de dingen die ze voor mij hebben gedaan in mijn jonge jaren. Als ze dan zelf in de zaal zitten... Ik heb dat vroeger al wel eens horen vertellen van een comedian of zo, of een zanger die dan zijn ouders in de zaal heeft zitten. En ik, ik vind dat ook zelf heel raar. Ja. ja, maar ook voor hen, denk ik dan... Als je dan zo heel je parcours kent van ja minder goed op school en, en je gaat dan voor dat fietsen, die moeten toch zeggen van als ja, onze Sven, allez, ja, ziet je ja. daar staan en zo daar. Ik eindig altijd met de woorden... Um, want ja op school ik heb met, met met hakken over de sloot mijn diploma gehaald mm. maar ik heb wel het gevoel dat ik afgestudeerd ben aan de universiteit van het veldrijden <laughs> toch mooi hè dat is heel mooi <laughs> dat is heel mooi vind jij dat we dat nu ook moeten eindigen of? ik weet dat niet jij mocht zelf het punt Ja, ja ik vind dat eigenlijk wel een mooi einde eigenlijk ik vind dat zo ja de universiteit van het veldrijden ik vind dat ik vind dat wel een mooie afsluiter. Ik wil wel nog langer praten. Nee, nog. maar ergens zit is, is daar ook wel een vorm van waarheid in. Ja. Alles wat ik geleerd heb in het leven, heb ik te danken aan mijn fiets. Ja, ja want op school was het bij u niet echt... Uh, alleen, ik, ik, had, ik had geen interesse, nee, ik had geen interesse in, in de dingen die mij daar werden uh, voorgesteld. Ik zag daar ook niet direct het nut van in, wat ik daar op lange termijn ging mee bereiken. Um, aan de andere kant, ja, die fiets, dat was voor mij belangrijk... En als de juffrouw dan iets vroeg, een spreekbeurt afwerken over mijn sport, dat was een ander verhaal. Want dan, dan kon ik plotseling wel alles onthouden. En dan stond ik wel graag in de belangstelling. Dus, ook geen stress en niks? Veel minder. Uh, veel minder. Uh, omdat dat echt je passie is? Ja. Ja. ja, Want je hebt ook wel last van faalangst gehad? Uh, zeker hetzelfde. op belangrijke momenten, kampioenschappen. Uh. Um, ik heb dat gecompenseerd door veel te winnen voor en na de kampioenschappen. Waardoor ik kon relativeren als ik op het kampioenschap de koers niet won. Ah, ja. Dus zo kan je, ja, ja, je probeert uitwegen te zoeken. Hè. Dat is Charles, hè? En, ja, ja, en op een bepaald moment heb je dan zoveel gewonnen dat je ook met minder stress naar die kampioenschappen gaat en ze dan toch nog wint. Ja. Wat was uw mooiste overwinning? Is dat dan een wereldkampioenschap? Ja, waarschijnlijk wel op latere leeftijd. Ik was toen 36, 37 in Louisville in Amerika. Was eigenlijk niet meer verwacht. Was het kampioenschap waar Thibaut dan zei: ga er toch nog maar naartoe. Maar daar is er voor mij een nieuwe wereld open gegaan. Um, de sport is ook echt veel meer internationaal gegaan. Ik heb daar Amerikaanse bedrijven leren kennen, vrienden leren kennen, waar we vandaag de dag nog altijd mee samenwerken. Um, en, en dat was voor mij echt zo de, ja, het toetje op de taart, de kers op de taart, waar ik het gevoel had van, het is nu compleet, alles wat er nu nog bij komt, is mooi meegenomen. Ja, gelukkige mens. Ja, zeker weten. Ja. Ja, Sven? Er is ook een cadeau voor u. Hola. Ja. Dus de mensen die hier te gast zijn, die krijgen iets heel exclusief van mij. Een persoonlijk cadeau. Ik heb ook met Anneke overlegd. Oh mooi. Ja. Uh, voilà. Mag ik het open doen? Het is, uh, ja, een speciale prijs voor Svenijs. Geen frietjes? Het zijn geen frietjes, maar het heeft wel iets met frietjes te maken. Mayonaise. <laughs> Dat is wel... Het is een t-shirt met daarop een, ja, een persoonlijke frituurachtige spreuk die met de gast te maken heeft. En bij u is, ja, ik zal hem er even, even uithalen over de even camera, maar staat op uh, mayonaise. <laughs> en nijs is uh, ja, zoals u geschreven, uh, uw familienaam geschreven eigenlijk. Hè. Petra, ik ga hem volgende week dragen. Ik hoop dat Echt? de zon schijnt, ik zal hem dragen en een foto posten. Ja, dat is keihard. <laughs> 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 en ik denk dat de maat ook wel correct is. Allee, ik heb... Ja, ik heb een hulplijn en uh, Het is een medium. Ja, dat gaat perfect. Medium, zijn. Perfect, slank. Perfect. <laughs> Sven, ik wil je heel hard danken voor dit gesprek. Ik vond het superboeiend. Graag gedaan. Uh, we zijn van de frieten naar ja de universiteit van het veldrijden gegaan. Ja. Ik vind dat een mooie, een mooie boog. Dank u wel. Graag en gedaan. Tot een volgende keer. Bye bye.